Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Wat zijn de ontwikkelingen in het district Nikeri? Renzo Tjonayu over zijn behaalde zwemprestaties. Opening Zuidelijke Vleugel bij de huis AZP. Bureninitiatief TLV maakt Toetlifoot schoon. En Volksgezondheid en NH ondertekenen MOU. Met het doel cannabisplantjes en zaden produceren voor kleine en middelgrote telers in Suriname, hebben minister Antoine Elias van Volksgezondheid en zijn collega-minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen een Memorandum of Understanding, MOU, getekend. Dit deden zij op maandag 26 augustus. Het is het bedrijf In Vitro Plants van Grasalco NV die de productie zal uitvoeren. Om over te gaan tot uitvoering is het van belang om de randvoorwaarden in place hebben. En een van de belangrijke randvoorwaarden is ervoor zorg dragen dat er kwalitatief plantmateriaal beschikbaar zal moeten zijn, zodat de gewassen, de crops, kan voldoen aan de kwaliteit eisen, dat er consistentie is, dat er volume geproduceerd kan worden. En daarvoor is gekeken naar de investering welke Grasalco een paar jaar terug heeft gedaan bij In Vitro Plant, om In Vitro Plant mee te nemen als partner. In Vitro Plant zal het aankunnen. En In Vitro Plant staat klaar om het te doen. Natuurlijk moeten de deskundigen verder gaan uitwerken hoe dat eruit moet zien, welke voorwaarden, onder welke conditie het plantmateriaal zal worden voorbereid. Maar in ieder geval is er een bewuste keuze gemaakt om in partnership aan te gaan met In Vitro Plant. De ontwikkeling van de industrie, je kunt het zelf volgen. Als u aandelen zou moeten kopen vandaag de dag, los van die stijgende lijn van goud nu, zou je bijna geadviseerd worden om in industrieel hennep te investeren. Omdat de groei en de waarde, de ontwikkeling daarvan op de beurs, dat is significant. En ik denk dat Suriname goed eraan doet om zelf ook daarin te zitten. Omdat het voor allerlei toepassingen wordt gebruikt, wordt ingezet. Van kleding, vezels tot medicijnen en noem maar op. Het is breed, het is geaccepteerd en het is zeer milieuvriendelijk. En onder die conditie is het van belang dat er een samenwerking wordt gesloten tussen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waaronder In Vitro Plant valt, en het ministerie van Volksgezondheid, die de trekker is van het initiatief. Terwijl monitoringorgaan beter gestructureerd wordt, moeten wij niet stil gaan zitten. We hebben te lang stil gezeten. Heeft absoluut gelijk dat op de beurzen, op de wereldbeurzen, is hennep booming. De aandelen van hennepbedrijven die industrieel wereldwijd aan het opkomen zijn, stegen enorm. Waarom heeft Volksgezondheid gekozen voor In Vitro? Omdat, kijk, als je opnieuw iets gaat investeren als overheid moeten we samen alles kunnen doen. En In Vitro is al in vergevorderd stadium met het ontwikkelen van plantmateriaal met hun lab. En dan zou het zonde zijn om dan een hele grote investering weer te gaan doen om al dat soort zaken te gaan ontwikkelen. Vandaar dat Volksgezondheid heeft gevraagd aan NH, kun je dat gedeelte niet voor ons doen? En van daaruit zijn we gekomen tot de MOU. En wij hebben de volle overtuiging dat In Vitro in elk geval hetgene dat Volksgezondheid wil, het ontwikkelen van een plan hoe wij de zaden en hoe wij de controle in hun lab gaan doen, dat wij dat als een trouwe partner zullen hebben en dat wij over een aantal maanden blij zullen zijn dat het voorwerk door In Vitro is gedaan.
140 jaar geleden, op 8 augustus, verhuisde men van de rechteroever naar de linkeroever van de Nikeri rivier en zo ontstond de stad Nieuw Nikeri. Nieuw Nikeri bestaat dus 140 jaar en wij zijn op bezoek bij DC Kurban van Nikeri en zij gaat ons de ontwikkelingen van Nieuw Nikeri voorhouden. DC Kurban, allereerst gefeliciteerd met 140 jaar Nieuw Nikeri. 140 jaar Nieuw Nikeri, hoe kijkt u als DC er tegenaan? Ik vind dus dat er heel veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Uit de geschiedenis hoor je 140 jaar geleden zijn de mensen aan deze kant gekomen. Zijn ze begonnen met het vestigen van een stadje toen, Nieuw Nikeri. En 140 jaar verder kan ik niet meer van een stadje praten. Het heeft zich ontwikkeld tot een stad. En ik denk dat ik wel mag zeggen dat na Paramaribo dit toch wel ook een tweede grote stad genoemd mag worden. U zegt het is ontwikkeld tot een stad. Kunt u ons de ontwikkelingen heel in het kort aangeven van met name de afgelopen 10 jaren van Nieuw Nikeri? De afgelopen 10 jaren, wat u ziet, u ziet dat ook het bankwezen goed vertegenwoordigd is. Misschien natuurlijk van oudsher hadden we Agribank, DSB. Maar wat je nu ziet aan hoe het gebouw allemaal eruit ziet van DSB en Agribank, dan is dat ook een hele ontwikkeling geweest na 140 jaar. Verder ook de banken als VCB Bank, Fina Bank, Amana Trust Bank. Als u ziet hoe Telesur, EBS zich verder allemaal ontwikkeld hebben hier. Het hotelwezen, Residence Inn, dat ook goede zaken doet. Kan ik zeggen dus dat er heel veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook op onderwijs en gezondheidszorg zien we dat er tal van ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. We mogen met trots zeggen dat we toch wel een modern medisch centrum hebben. En ook voor wat betreft een RGD-polykliniek kunt u zeggen, we kunnen niet meer praten van een kliniek in de Van Pettenpolder. Recentelijk is daar ook een gloednieuw gezondheidscentrum geopend. En het is de moeite waard om naar dat allemaal te gaan kijken. Verder ziet u ook dus dat een Nieuw Nikeri zelf zich verder heeft uitgebreid. De grens is niet meer de Achterdam, dan ze DC Parabiersing weggenoemd, maar dat het zich verder naar de Van Pettenpolder uit zich heeft uitgebreid. Mensen dus daar huizen bouwen, noem maar op. Ook voor wat betreft, als u kijkt naar de gebouwen, de woningen, dat ook men nu modern denkt, modern bouwt. Dus al met al kunnen we zeggen dat Nikeri in de afgelopen 140 jaar toch wel tot ontwikkeling is gekomen. Wat ik ook bij wil vermelden is, als u kijkt naar ons ziekenhuis, wat eens begonnen was toentertijd, zoveel jaren geleden, als een streekziekenhuis Nikeri, dat wordt gezegd het al streek, is nu uitgegroeid tot een redelijk tot goed modern medisch centrum, met nagenoeg alle specialisaties die we daar hebben. Ook wat onderwijs betreft kunnen we zeggen dat we toch verder zijn ontwikkeld. We hebben vanaf basisonderwijs tot en met HBO-opleidingen ook in Nikeri. En het wordt door onze jongeren goed bezocht. En ze doen ook niet onder voor wat betreft de leerprestaties. Het gaat dus heel goed met Nieuw Nikeri. En Nikeri staat bekend om de rijstteelt. Hoe loopt het nu met de rijstsector in Nikeri? De rijstsector, de rijstteelt, is niet weg te denken uit Nikeri. En natuurlijk, het is de rijstsector. En er zijn een tal van factoren die ook een rol spelen. Dat men soms goede oogsten, minder goede oogsten, goede prijzen, minder goede prijzen, input, etc. Elke seizoen heeft men problemen, maar de rijstsector, de rijstteelt, is niet weg te denken. Dus men doet toch op grote schaal aan de rijstteelt. Over enkele maanden vindt de start plaats van de begrotingsbehandeling. Is er al een districtplan ingediend? De districtsplan, de districtsbegroting is allemaal al ingediend bij de minister van regionale ontwikkeling. En zoals gebruikelijk, het accent wordt steeds gelegd op de natte, de droge infrastructuur van de agrarische sector, met name de rijstbouw in Nikeri. En daarnaast ook de gewone infrastructuur voor de gewone burgers. Waterhuishouding, infrastructuur,
scholen, woningen, noem maar op. Alles wordt meegenomen in die districtsbegroting en districtsplan. Voor het begrotingsjaar 2019-2020 kunt u enkele specifieke projecten noemen die opgenomen zijn in het plan? Sowieso de infrastructuur. Dat is een van de belangrijkste zaken die we gerealiseerd willen hebben. Zowel de natte als de droge infrastructuur. Want daarmee draait eigenlijk ook het district. Okay. Als ik zo naar u luister, de verschillende ontwikkelingen in uw Nikeri, kunnen we stellen dat Nikeri niet stil zit en niet stil zal zitten. Welke ontwikkelingen liggen in het verschiet voor Nikeri op naar 150 jaar nu Nikeri? Op naar 150 jaar, 200 jaar nu Nikeri is mijn wens en ik hoop dus dat dat uit mag komen. Dat in de gedachtegang van het decentralisatieproces en waarbij ik ook ga voor jong ondernemerschap stimuleren, dat wij zover zullen zijn dat meerdere jonge ondernemers zullen opstaan en behalve de reissector ook in andere sectoren productief bezig zijn en dat we op naar 150, 200 jaar nu Nikeri, dat we toch in grote mate werkelijk gedecentraliseerd zijn. Trouwens, als u dan de minister gisteravond hebt geluisterd, heeft hij dat ook aangegeven, het decentralisatieproces. Maar dat we niet alleen met woord gedecentraliseerd zijn of op bestuursniveau, maar dat we toch wel die mate van decentralisatie bereiken, ook financieel-economisch. Na ruim 50 jaar is het zover. De zuidelijke vleugel van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP is feestelijk opengesteld. In bijzijn van diverse hoogwaardigheidsbekleders is het lint doorgeknipt en kon de genodigden zich voor de eerste maal het gerehabiliteerde beddenhuis bezichtigen. Vandaag zijn we hier voor de opening van de eerste etage Zuid en de formele ingebruikname van de volledige zuidelijke vleugel van het beddenhuis. Op de gerehabiliteerde afdelingen hebben wij nabouwkundige oplevering direct patiënten kunnen accommoderen. De reacties van de patiënten en bezoekers zijn zeer positief. Maar ook onze verpleegkundigen zijn erg gedreven en gemotiveerd. Vanaf de eerste oplevering tot en met 25 augustus hebben wij reeds 2500 patiënten opgenomen op de gerehabiliteerde afdelingen. De contractor is nu al bezig met de uitvoering aan de noordvleugel en zit redelijk goed op schema. Ook onze overige bouwprojecten zijn in uitvoering en op schema, waaronder nieuwbouw operatiekamer, nieuwbouw intensive care unit, bouw oogziekenhuis, eerste harthulp op de spoedeisende hulp. Verder zijn we zeer verheugd dat ter hand is genomen ontwatering rondom het AZP. Dit project wordt uitgevoerd door het ministerie van Openbare Werken. Na oplevering van het ontwateringsproject rekenen wij erop dat wij nauwelijks wateroverlast zullen hebben en kunnen wij een aanvang maken met het bouwen van een parkeergarage, 4 hoog, 400 plekken, ten behoeve van onze bezoekers. Het zal mij te ver voeren om alle projecten te noemen, maar ik kan u verzekeren dat er binnen een jaar een academisch ziekenhuis zal zijn met nieuwe en nette gebouwen. Een ziekenhuis waar u als patiënt vol vertrouwen binnenkomt, zorgzaam en vriendelijk wordt bejegend. Het AZP is een ziekenhuis voor een ieder. Wij zijn een volksziekenhuis. En vandaag zijn we met z'n allen getuigen voor de veranderingen die zich nu voltrekken binnen ons ziekenhuis. Haast alle gebouwen van AZP staan in stijgers, terwijl wij onze patiëntenzorg moeten continueren. Met andere woorden, het ziekenhuis is volledig in bedrijf, terwijl wij tot nog toe zonder calamiteiten steeds de deadlines hebben gehaald. Het Academisch Ziekenhuis is uw ziekenhuis. We zijn er voor ieder en laten we met z'n allen ook die samenleving
onze enige academisch ziekenhuis koesteren. Voor de rehabilitatie van het Berghuis werd in april 2018 het contract getekend voor een bedrag van 8,7 miljoen US dollar. Het werk werd direct aangevangen augustus 2018 en we hebben nu de oplevering van de zuidelijke vleugel. Vijfde etage november 2018, vierde maart, derde in april 2019, de tweede in juni 2019 en vandaag 27 augustus hebben we de oplevering van de eerste etage en ook dus de volledige zuidelijke vleugel afgehad. En als ik even snel kijk, dan zien wij dat de intervallen tussen het opleveren steeds korter worden. Voor de rehabilitatie van deze zuidelijke vleugel is ongeveer 4,9 miljoen dollar uitgegeven, wat ongeveer 56% is van het contractbedrag. Zoals vele projecten heeft ook dit project van het ACP haar uitdagingen gekend. Zo stopte de ISDB, de Islamic Development Bank, vanwege onjuiste procedures en miscommunicatie haar bijdrage aan het project. De regering heeft met veel overtuiging uiteindelijk de overheid bereid gevonden om het ontstaande financieel tekort voor haar rekening te nemen. Ook moeten wij niet vergeten dat Suriname aan dit project ook een eigen bijdrage levert van 3,5 miljoen US dollar. Ondertussen, mag ik zeggen, is OVID zo tevreden met de uitvoering dat wij binnenkort een optopping van 6 miljoen US dollar van deze lening tegemoet kunnen zien. En alle credits hieraan zullen zeker moeten gaan naar PIU, het management van ASET en het personeel en staf van dit ziekenhuis. Zij hebben bewezen dat wij het kunnen. En als er misstappen zijn geweest, zijn ze in staat geweest dit heel snel te corrigeren en te brengen op het niveau waar het moet zijn. Geweldig. Dit ziekenhuis is gebouwd toen ik een kind was. 10 jaar later heb ik als jonge student hier gewerkt en ook als arts. En ik zei al, in de daarna volgende 30 jaar heb ik het langzamerhand achteruit zien gaan, behalve sommige momenten waar speciale afdelingen werden geopend. En deze integrale reparatie, het herstel van het ziekenhuis doet me zeer goed. Verder zijn we ook nu als enige tijd bezig met de geïntegreerde gezondheidszorg, waar AZP ook zeker een onderdeel van uitmaakt. Dus het gaat niet alleen om materiële voorzieningen, om gebouwen, maar het gaat ook erom dat we werken aan een raamwerk, een wetgeving om een basis te leggen voor wat gezondheidszorg in Suriname eigenlijk is en wat de rol van zulke instellingen als AZ is. En ook de primaire zorg wordt aangepakt. Dan denk ik dat we op weg zijn om met het AZP in haar eigen functie toch een verbeterde situatie te creëren voor gezondheidszorg in Suriname. Renzo Chonayu, een dominante naam binnen de sport in Suriname. Hij studeert in Amerika en hij zwemt onder de Surinaamse vlag. Hij is voor nu voor een korte periode in Suriname en met hem hebben we een gesprek over de toernooien die hij al achter de rug heeft en welke toernooien nog volgen. Het is voor mij een lange zomer geweest van wedstrijden. Het was begonnen met de
Centrale Amerikaanse Kampioenschappen in Barbados, Bridgetown. Daarna was ik even 2 dagen, 3 dagen in Suriname. Toen vloog ik dan naar Bali, Indonesië, voor een trainingskamp. Daar was ik toen 2 weken. Toen ging ik naar de wereldkampioenschappen in Korea. Toen was ik daar nog ook 2 weken daar zo. En naar mijn verrassing toe, het was natuurlijk geen verrassing, gingen we naar de Pan-Amerikaanse kampioenschappen. Dat was in Lima, Peru. Week daarop. Dus het was vliegen van Korea, Amsterdam, Amsterdam, Lima. Een trip van om en bij 38 uurtjes. En het was voor natuurlijk de Pan-Amerikaanse kampioenschappen is de tweede grootste sportevenement van de wereld na de Olympische Spelen. Dus het was een bijzonder hectische zomer die ik achter de rug heb. Heel veel lessen, heel veel ik zal niet zeggen ervaring. Ik ben een ervaren zwemmer. Maar heel veel lessen, heel veel dat ik mee kan nemen naar de toekomst toe, of voor de toekomst toe. Je hebt allemaal de toernooien opgenoemd waar je aan hebt deelgenomen. Wat zijn je prestaties geweest? Op de Centraal-Amerikaans en Centraal-Amerikaans en Caribische kampioenschappen, toen won ik op de 50 en de 100 meter vrije slag goud. Behalve op de 50 meter vrije slag verbrak ik toen ook het 10 jaar oud de nationale record van Hanser Garcia. En dat is een Olympier van Cuba geweest toen de tijd. Het record stond er voor pakweg 10 jaar. Daarna natuurlijk op een trainingskamp kan je niet veel prestaties wegleggen. Het was gewoon meer trainen. Dat was in Bali. De wereldkampioenschappen ging oké. Ik heb de halve finale gemist met 1/10 van een seconde. En dat scheelde in principe helemaal niets. Dus dat was dus toen de top 16 van de wereld. In Lima tijdens de Pan-Amerikaanse kampioenschappen begonnen we natuurlijk eerst met de 100 meter vrije slag, niet mijn sterkste event. Was ik in een swim-off terechtgekomen waarbij we moesten competen voor de A-finale. Ik was toen tweede in de swim-off, waardoor ik niet naar de finale ging. Voor de 50 meter vrije slag, toen was ik wel in de finale in de finale van de 50 meter vrije slag. Maar helaas heel dicht bij een medaille, maar geen medaille. Maar het komt wel goed de volgende keer. Je noemde verschillende onderdelen waar je op zwemt, maar wat is jouw specialiteit? Waarin ben je het best? Mijn specialiteit is altijd de 50 meter vrije slag geweest. Daar heb ik altijd de beste prestaties. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor Suriname kunnen binnenbrengen. Dus ja, de focus sowieso voor de rest van het jaar, naar 2020 toe, gaat zijn op de 50 meter vrije slag. Ik doe de 100 wel, maar dat is altijd een liefde. Ik heb altijd een liefde en haatrelatie gehad met de 100 meter vrije slag. Dus de 50 is mijn schatje. En tussen alle drukte heen ben je weer even in Suriname. Hoe is het? Hoe voelt het aan om even in Suriname te zijn? Het voelt natuurlijk bijzonder, bijzonder goed aan om na 2 maanden reizen en daarvoor 4 maanden te trainen. Even thuis te zijn met familie. Ik was pas nog even op Republiek voor wat Blakka Watra. Ik vind het heerlijk. Ik heb een korte break. Natuurlijk, ik ben er misschien nu een weekje. En ik ga volgende week maandag weer weg. Het is, als ik het goed heb, de eerste of de tweede, of 1 of 2 september. Daar ben ik niet zeker van. Maar dan zit ik een maand lang in Trinidad en Tobago voor een trainingskamp. In voorbereiding op de World Cup Clusters. En dat is in oktober in Berlijn en Budapest. Het bureninitiatief DLV geeft elk jaar haar omgeving een schoonmaakbeurt. Dit doet zij op eigen initiatief en in samenwerking met het commissariaat Wanica Zuidoost. De coördinator van deze organisatie, Marleen Cameron, hierover. Dit is het initiatief van de buren van het Housing International project. Dat doet Livo bij de Houtenbrug. Ik zeg het expliciet zo,
Omdat je over de Toetlivo-kanaal, we hebben twee bruggen. De Pitonnenbrug, dat is bij het Maratrette-project. En wij zijn bij de Houtenbrug. Persoonlijk woon ik al 10 jaar in dit project. En al 10 jaar zijn we met ons project bezig. De helft van het project had stroom, we hadden geen vuilophaal. Alles hebben we langzaam zelf gedaan. En we hebben niet zitten wachten tot de overheid heeft aangegeven van er wonen mensen hier. Nee, we hebben alles zelf. Het begon eerst met 15 huishoudens. En nu zitten we al boven de 75 huishoudens. Het is een jaarlijkse activiteit die wij zelf doen. Te bedenken dat dit project nog onder de particulier valt. Dus zulks betekent dat wij geheel en al afhankelijk zijn van de verkavelaar. Maar al met al zetten we ons in om via het commissariaat van Wanica krijgen we dan de medewerking van DC Hankers. In dit geval heeft ze ons de Scribel met de Scribel ondersteund. Enkele maaiers. En ook de wegenautoriteit heeft ons ook geholpen met een paar maaiers. Het was de bedoeling dat we onze brug een kwastje zouden geven. Maar we gaan dat voor een andere dag inplannen. Want dan moeten we ze moeten ons toestemming geven om die brug af te sluiten. Zodat we veilig kunnen schilderen. Met dit weer kunnen we veel meer bereiken. Dus daarom hebben we vandaag precies, de DC heeft ons aangegeven. Dat we liever na 15 augustus konden inplannen. En ze heeft zich aan haar woord gehouden. Ondanks dit niet, nog niet onder de overheid valt. En voor de rest zetten wij alle schouders onder het werk. Mensen komen met vuilzakken. Hier en daar wordt er drank afgegeven. De DC heeft vanochtend zelf meegewerkt met haar laarzen gewoon. Samen een overtollig zand weggehaald. En ik denk dat we zo tot 1 uur nog bezig zijn. Hoe staat het dan met de bussen, busvervoer? Komen er bussen naar binnen? Ja. Het Nationaal Vervoerbedrijf onderhoudt deze route. De busverbinding is heel goed. Het enige wat we nog in het verschiet hebben, is wat we nog willen plannen, is een loopbrug. Want deze brug is een eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent voetgangers, alles op één moment op de brug. Maar voor de voetgangers, maar dat zou dan het openbare werken, want de Toetlivo-kanaal wegvalt onder onderhoud van openbare werken. En zij moeten besluiten als er bruggen of loopbruggen over de Toetlivo-kanaal gaan. Maar het ligt in de bedoeling dat men dat wil doen voor het langzaam verkeer. Vanuit mezelf bedank ik alle buren die hebben geparticipeerd. Ik zeg ook, we zijn allemaal Surinamers. Het gaat niet overal zoals we willen. Iedereen wacht op de overheid. Maar je kan het ook anders aanpakken. We willen aan de minister van Openbare Werken vragen om ons een handje te helpen met een excavator. Om de onderhoudsloot, de afwateringssloot, achter het project voor ons aan te pakken. Het commissariaat heeft die tools niet. Dat is een pakkie aan van openbare werken, want die onderhoudsloot komt uit op de Toetlivo-kanaalweg. En zo loopt onze afwatering weg. En dat is voor openbare werken. Dus we vragen van hieruit de minister Tjotkan, als hij hiervoor de aandacht kan hebben, zijn werkarmen hier naartoe kan delegeren. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.